De KMO-unit is sinds kort gehuisvest in het voormalig gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme wil hiermee de bereikbaarheid voor kleine en middelgrote ondernemers verbeteren. U hoort Dorgie Malone, de voorzitter van het KMO-fonds. De betekenis van het KMO, een kleine middelgrote ondernemingen unit, want daar gaat het allemaal om, is van betekenis geweest vanaf 2017. Toen hebben wij de regering een staatsbesluit heeft geslagen om het KMO-fonds op te zetten om kleine middelgrote ondernemingen krediet te verlenen. KMO-unit, terwijl afgekort van de kleine middelgrote ondernemingen-unit, is een werkarm van het fonds eigenlijk. En die moet ondernemers faciliteren in een financieringsaanvraag. Een ondernemer die financiering nodig heeft, die kan bij KMO-unit terecht. Echter hadden wij de werkwijze dat de kredietverlening werd gedaan door één bank. Nu zijn we overgestapt naar een werkwijze waarbij de kredietverlening wordt gedaan door meerdere banken. Wij hebben een spin-off gegeven aan dit alles door te zeggen we gaan met meer banken werken om meer kredieten daar te krijgen voor die kleine en middelgrote ondernemingen. Een aanmerking komen voor een krediet heeft allemaal te maken met dat je allereerst informatie moet hebben over wat wil ik doen. En als ondernemer weet je bijvoorbeeld dat je wil gaan ondernemen, in welke sector je wil ondernemen. En een van de belangrijkste zaken is hoeveel geld heb ik nodig. Want daar draait het om. Het financiële dat je nodig hebt om je onderneming draaiende te houden of te starten. Indien die drie zaken of die drie vragen zijn beantwoord door de ondernemer zelf, dan kan de ondernemer langslopen bij de KMO-unit die nu gehuisvest is aan de Fred Derbystraat 81. En dat is ingaande 23 september 2019. Wanneer de ondernemer daar binnen is gestapt bij de unit, dan worden er enkele vragen gesteld. De betekenis is dan dat wij gaan kijken naar relevante stukken die nodig zijn om de ondernemer door te geleiden afhankelijk van hoeveel financiering een ondernemer nodig heeft naar een desbetreffende bank. Wat wij doen is namelijk allereerst ondernemers aware maken dat ze een businessplan moeten hebben. Want bij het vragen van een financiering of een krediet, daar heb je eigenlijk een plan voor nodig. En wanneer je zo'n plan hebt, dan ga je als ondernemer uiteenzetting geven op schrift wat je allemaal gaat doen en wat wil je bereiken met je onderneming. Maar ook gewoon hoeveel kapitaal je nodig hebt om te starten of om eigenlijk een doorstart te maken. Wanneer dat heeft plaatsgevonden, je hebt zo'n businessplan en je brengt dat naar ons toe en er zijn nog wat relevante stukken zoals de uittreksel, gaan wij dan kijken van oké, zijn alle stukken goed? Heeft u een volledig dossier dat wij kunnen doorgeleiden naar de bank. De bank gaat dat op zijn of haar beurt, om het zo te zeggen, doorlichten. En de bank gaat kijken van is deze ondernemer bankabel? Is jouw plan liquide? Deze termen zijn bijvoorbeeld, ben je liquide, dat wil zeggen je kan zaken doen, je bent feasible, je hebt een bestaansrecht of je kan voort blijven bestaan afhankelijk van je plan. Dit wordt berekend door verschillende ratios vanuit de banken. Wanneer ze kijken naar de debtratio's, de liquiditeit, etc. En dat gaat de bank allemaal bekijken aan de hand van de cijfers die in zo'n plan voorkomen. Ondernemers hebben lang genoeg gestruggeld of zijn lang genoeg in de gedachte dat ze echt aldoor een onderpand nodig hebben. Wat wel goed is. Echter, start een ondernemer met het idee en je hebt geen onderpand. KMO-unit verleent geen krediet. We begeleiden een financieringsaanvraag. En dat is ook wat we willen doen met de middelen die we hebben in het fonds. We willen die garantstelling meer gaan creëren. Als we meerdere ondernemers daar kunnen krijgen en die garantstelling kunnen creëren voor die meerdere ondernemers, dan hebben we door middel van of door tussenkomst van de banken meer kredieten verstrekt dan normaal. Als KMO-unit verwachten wij dat er zoveel mogelijk ondernemers langskomen, alvast voor informatie. Dat de samenleving bewust is dat wij slechts een deel kunnen, of althans een grote bijdrage kunnen leveren aan het gaan naar meer ondernemers, het verbeteren van ons ondernemersklimaat. Wij willen gaan naar een rente voor kredietverlening voor kleine, middelgrote ondernemingen lager dan 5%. En dat is een unicum. Maar we zijn nog niet daar. Gaandeweg denk ik wel dat we daar komen. Want nu hebben we reeds samenwerkingen met twee lokale banken waarbij we beneden de 10% zitten.
Dus we kunnen die risicovermijdende zaken en die kleppen beter gaan regelen, zodat we steeds meer en meer die kredieten voor de ondernemers kunnen verzekeren.